Ja, ik lag in mijn bus, ja, ik zat bijna tegen het plafond aan. Ja, gewoon dat geluid van die beetmelder, ja, dat gaat hier van aan je tenen tot gewoon boven het laatste spierke haar wat je hebt. Dat is een onbeschrijfelijk gevoel en ja, zalig. Gewoon, ik heb er geen ander woord voor. De afgelopen week was eigenlijk niet echt ideaal. Zeker in mijn ogen geen goed visweer. Heel hoge temperaturen, luchtdruk die enorm hoog was. En dan ga ik liever gewoon lichtjes aanvoeren en de hengels uit het water laten dan dat ik misschien toch maar voor niks ga zitten. En nu hebben we een weersomslag en nu zijn de kansen veel groter, dus nu gaan we er volop tegenaan. Dit jaar is zowel voor mij en voor meer mijn collega karpervissers. We hebben zo contact met elkaar. Het is een heel raar jaar, een moeilijk jaar. Alles wat andere jaren leek te werken, blijkt dit jaar niet te werken. Dus ik ga eerlijk toegeven, het is een pittig jaar tot nu toe. Ja. Het vertrouwen op dit moment zit echt wel hoog, dus mede met de weersomslag. De luchtdruk die gaat zakken, dus dat vind ik persoonlijk altijd wel iets heel goeds. En mocht het gebeuren, dan verwacht ik ofwel net iets na middernacht, ofwel in de vroege ochtend. Ja. Dus jij gaat met vertrouwen de nacht in? Met één oog open. We hebben een goede nachtrust gehad, maar jammer genoeg hebben we geen aanbeet kunnen forceren. Terwijl ik eigenlijk gisteravond toch wel hoog vertrouwen erin had. Maar ja, gelijk zeggen, is stilgebleven. En met bewijs nog wel eens dat het niet altijd loopt zoals je het zelf wilt of inplant. En dat vind ik ook wel het mooie eraan. Het onwetende. Gaat het gebeuren, gaat het niet gebeuren? Dus het zijn dingen daar leer ik van. En ik blijf toch wel mijn ding doen, omdat ik weet dat het werkt. En als de vis er niet is, waarom zou ik dan dingen gaan veranderen terwijl het eigenlijk werkt? Maar als de vis er niet is, dan kun je ook geen aanbeet krijgen. Dus nee, ik blijf bij mijn ding wat ik doe, ja. Ja, we zijn terug aan het kanaal na een werkweek. De hengels liggen momenteel al terug spot on. De cameraman is ook net gearriveerd, dus we gaan hopen en zien wat de nacht brengt en hopen op iets moois in de ochtend. Thank you.
Ja, deze morgen. Net voor het licht. Ja, de grote ontlading. Nou, eigenlijk toch wel een pittige tijd met geen vis en moeilijke omstandigheden. Ja, mocht ik deze beauty deze morgen verwelkomen. Ja, gewoon absurd mooie vis. Geef toe, hier doen we het toch allemaal voor. Voor mij is, ja, ik kan het niet omschrijven, maar echt super gewoon. Dit is waarom ik van kanaalvis hou. Gelijk in het vroege voorjaar, de vissen komen net uit de winterslaap. Ze azen wat voorzichtiger. Dan ga ik natuurlijk mijn montages, mijn loodsystemen daarop aanpassen. Hoef ik niet zo extreem zwaar te vissen. Naarmate we naar de zomer toe gaan, gelijk nu, deze periode, dan heb ik toch de voorkeur naar een zwaardere lood. Ook mede door dat de scheepvaart is en dat ik alles op de plaats wil houden. En na het najaar toe, ja, dan moet ik nog zwaarder omdat er dan veel drijfvuil is, meer dan nu. En dan is het echt wel werken om alles goed op de plaats te kunnen houden. En dan heb je natuurlijk zwaarder lood nodig. Dan ben je om de 10 minuten bezig om alles op een uur te positioneren. Krijg je natuurlijk geen rust meer op de stek en ik denk dat vissen gaat afschrikken. Dus ja, het is gewoon de montages aanpassen en inspelen op de situatie. Het ultieme carpro-moment is, klinkt heel raar wat ik nu zeg, de drill, de run, allemaal heel mooi, maar het moment is als je die beauty vast hebt, op een gevoelige plaat kunt zetten. En dan het moment wanneer ik ze terug in haar element kan zetten, dat geeft mij de voldoening. En dan hopen dat we ze nog een keer zien. Dat vind ik voor mij het speciaalste moment. De drill, gelijk ik zeg, de drill, het vangen, alles. Maar echt het speciale moment, ja, is voor mij het terugzetmoment. Gewoon weten dat de vis gezond teruggaat en bedankt voor dat ik er even heb mogen vast hebben. Ja, dat is voor mij het mooiste eruit. Groot, klein, maakt niet uit. Dat is voor mij